Ja, dit is die. De plek na onze nieuwe bushcraft plek. Die bevindt zich daar achteraan in het bos. Daar achteraan loopt het omhoog. Het is al tegen de avond, maar je ziet het. Het is een dicht, maar vooral ook hoog bos waar we ons nu bevinden. Heel erg mooi. Jawel. Heel erg gaaf. Dit is gewoon de ingang er naartoe. Wow. Kijk, en als je verder deze kant heen loopt, dan zie je dat het alleen maar dichter wordt. En hier zit altijd onze vaste roodborst. Die zit altijd in een van die bomen. En je hoort hem al. Dat was hem. Wij weten nu dat hij steeds in dit gebied zit. Hij komt niet verder als die boom daar. Dan gaat hij helemaal achteraan vliegen, waar wij de plek hebben, zeg maar. En heel af en toe komt hij daar. Maar hij heeft maar een heel klein territorium van maximaal tot die boom daar. Maar meestal zit hij daar dus, in dat stuk en verder naar achter. En hij zinkt daar heel vaak. En tegen de avond, zo rond deze uren, wil die ook nog wel eens hier ergens gaan zitten, maar in principe bijna nooit.